Bijbabbelen met Menno. Bijbabbelen met Menno. Hey, hallo, dit is Menno. Het is vandaag 4 mei en dat betekent feest. Ja, mijn dochter is vandaag jarig, dus met alle respect voor de doden, ik vier vandaag het leven. Ik had haar graag een andere geboortedag gegund, maar je weet hoe vrouwen zijn. Zonder weeën valt er al niet mee te praten, maar zodra die vliezen breken, komt er helemaal niks zinnigs uit. Ik heb het wel geprobeerd hoor, maar dat werd dikke ruzie in de verloskamer. Wat dat betreft is het een echt oorlogskind. En ik heb haar ook nog eens aangegeven op 5 mei. En dat klinkt behoorlijk fout. Tel daarbij op dat het was bij de burgerlijke stand op plein 4045 en het historisch besef druipt van haar Ausweis. Paspoort. Dus ik ben blij dat ik haar niet vernoemd heb naar die gekke auto-oom die zich had aangemeld bij de Waffen-SS. Nu heb ik ook geen auto-oom die zich heeft aangemeld bij de Waffen-SS, want mijn hele familie zat in het verzet. Dat was nog best even schrikken, want dat hadden ze zelf helemaal niet door. Die zaten nog uit te buiken van een extra portie narcissen. Maar toen de mof was verdwenen, bleek opeens dat heel Nederland in het verzet zat. Dat was dubbel feest. En bevrijd. En een gratis heldenstatus. Ik kan jullie melden, in Huizenstam werd dat gevierd met een mooi flesje bloembollenbubbels. Maar wat is een echte verzetstrijder? Voor mij is dat toch iemand die zich niet laat tegenhouden door persoonlijk risico en ingaat tegen de stroom. Iemand zoals Auke de Leeuw. Een 15-jarige die zijn vrijheid niet gebruikt om zichzelf in coma te zuipen, maar de moed had om een gedicht te schrijven over een foute oom. Een jongen die ook de durf had om dat gedicht voor te dragen op 4 mei, voor het oog van de ganse natie met TIE, midden in kamp Westerbork. Dan moet je kloten hebben hoor, op zo'n beladen dag over de zwarte schaduw van je familie heen stappen. Zelfs Jan Kees de Jager, de meest bejubelde schaduwspringer van het moment, zou daar eerst een nachtje over hebben geslapen. Maar Auke ging ervoor, ook al kon hij erop rekenen dat er genoeg mensen klaar zouden staan om hem naar goed naoorlogsgebruik te knippen en te scheren. Ik had Auke zijn moment graag gegund. Daar dachten een heleboel mensen anders over. Het Nederlands Auschwitz-comité, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, ze vonden het allemaal niet kunnen. Want foute doden zijn geen doden waar je een minuut stil voor blijft. En dus kreeg Auken een belletje van het comité 4 en 5 mei. Of misschien niet eens een belletje, maar een berichtje op zijn Facebook. De Joodse gemeenschap vindt dit niet leuk. Ik vind het nergens op slaan. Juist nu hadden we deze held de ruimte moeten geven. Moeten luisteren naar de stem die het licht durft te schijnen op het donkere. Veel van de mensen die we vandaag herdenken werden afgevoerd terwijl de Nederlandse leeuw in stilte toekeek. Ze hadden hun lot gelegd in de handen van een commissie of een raad die wel wisten hoe het zat. Misschien hadden ze meer gehad aan één heldhaftige jongen van 15 die zich zonder iets aan te trekken van het persoonlijk risico en voor gans het volk en alle naties met ZI een briefje uit zijn zak had getrokken in kamp Westerbork om met durf en knikkende knieën open en eerlijk te zeggen dat er ook foute mensen zijn. Dus vanavond lees ik mijn dochter voor uit het werk van de held Auke de Leeuw. Met een beetje mazzel is het dan eindelijk weer eens een keertje voor 8 uur stil. En kom ik volgende week gewoon weer gezellig bijbabbelen.